Hallo Fino, welkom bij mijn tweede vlog op YouTube. Dit keer neem ik jullie mee naar Duitsland in de Mosel, waar ze fantastische wijnen maken van Grauburgunder, Spätburgunder, Weißburgunder, maar natuurlijk van de Riesling. In 2019 ben ik op vakantie geweest in het Moselgebied in Duitsland. Ik wilde kennis maken met de cultuur en natuur en natuurlijk met de wijn. Talloze wijnstuben waar je wijnen kan proeven van droog tot zoet. Deze wijn ging me hartstikke kloppen. De Riesling Grootes Gewächs. Pauli Bergweiler. De wijn die komt uit Bernkastel Keus, ook wel Mittelmoesel genoemd. De Moesel is de beroemdste en oudste wijnstreek van Duitsland. De Romeinen hebben zelfs nog een rol gespeeld in de wijnbouw. Er zijn zelfs oude werktuigen te vinden en oude wijnpersen uit die tijd. De wijn wordt gemaakt van de Rieslingdruif. Van de Rieslingdruif worden wijnen gemaakt die zowel droog als zoet zijn. En dat komt door het restsuikergehalte. Dat zijn suikers die achterblijven in de wijn nadat de wijn vergist is. Deze wijn heeft een laag restsuikergehalte en is daarom een droge wijn. De wijngaard waar de wijnen vandaan komt, dat is van Cold Wingert. Cold Wingert is een van de kleinste wijngaarden met 0,3 hectare van Duitsland. Druivenstokken groeien op een diep grijs-rode bodem van leisteen met een hoog steengehalte. De rode kleur komt van geoxideerde rode ijzerverbindingen in de bodem, die deze leisteen, de Duitse benaming, Rotlikendes geven. Wat maakt de wijn bijzonder? Deze wijn heeft het predicaat Grootes Gewächs. Dat kan je vergelijken met een krankgoel uit de Bourgogne. Er zijn strenge regels aan verbonden, zoals de opbrengst mag maximaal 50 hectoliter per hectare zijn. De druiven worden selectief met de hand geoogst. De wijnen worden gemaakt volgens traditionele productieprocessen en een strenge controle is plaats vanaf de wijngaard tot na de botteling. Dan gaan we nu de wijn proeven. Hij heeft een mooie goudgele kleur met een groene zweem erin. Stuivend uit het glas. Je ruikt gelijk als eerste die petroleum. Petroleum is echt fantastisch goed. Citrus. Hij is stuivend. Je ruikt gelijk al die mineraligheid. Kruiden. Ziltigheid. Abrikoos, persik. Hij heeft een hele elegante smaak. Een afdronk met mooie zuren. Een body. Hij heeft kracht, hij heeft power, hij heeft finesse. Hij heeft zuren, maar fijne zuren, elegante zuren. En ja, deze wijn heeft potentie. Deze wijn die kan ouderen. Deze wijn kan je ook supergoed combineren met gerechten. Zoals met visgerechten, de Oosterse keukens natuurlijk. Ja, Thaise gerechten, Vietnamese gerechten, sushi, met kip, met varken. Ja, je zou het zelfs bij een steak kunnen drinken. Je kan er zoveel kanten mee op. Deze wijn is echt een prachtige, mooie wijn. Bedankt voor het kijken naar Fino Ed. Graag tot de volgende keer. En ik zou zeggen, proost! Scène 5, 2. Actie! Kut, ben ik het helemaal kwijt.